Bij de andere wee pakte ik dat ziekenhuisbed weer zo vast en dat ik echt dacht, want dat persen, geloof mij, dat kan jij gewoon. Dat kleine mormeltje echt binnen no time op je borst gelegd, dan voel je dus echt zo. Een nieuwe video kijkt op travelkids.com. Ik had op Instagram stories gedeeld wat willen jullie graag zien op het gebied van zwanger zijn of mijn verhalen met de baby in videovorm. En eigenlijk iedereen zei de bevalling, als je dat wilt delen. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, ik moest er wel even over nadenken. Wil ik wel zeg maar mijn verhaal over de bevalling delen met heel Nederland. Aan de andere kant denk ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? Ik heb geen beelden van de bevalling, dus die kan ik in ieder geval niet delen. Ik denk ook dat dat niet heel erg interessant is om eerlijk te zijn. Maar wat ik wel kan delen is mijn ervaringen en hoe ik er tegenaan heb gekeken. En ja, eigenlijk hoe ik er zelf heb ingestaan. En dat is wel weer hilarisch hoe dat begon. Als je het leuk vindt om te zien hoe dat begon, dan zal ik even hier in beeld ook een linkje zetten naar de laatste vlog in de week dat ik ging bevallen. Dus laat ik maar gaan beginnen bij het begin van de bevalling. Ik zeg namelijk gewoon echt letterlijk op de dag van mijn bevalling dat ik me vandaag zo ontzettend fit voel en goed voel dat ik me niet kan voorstellen dat Manuel die dag geboren zou gaan worden. Nou, Manuel heette toen nog Lil Bear, de werktitel. En ja, toen ik dat terugzag moest ik echt zo hard lachen, want ik ben die dag gewoon nog, ik heb nog gewerkt. Ik ben die dag nog gaan lunchen met de meiden uit mijn zwangerschapscursus. Ik ben bij de verloskundige geweest die tegen mij zei van... Nou, hij is mooi ingedaald hoor. Dat gaat helemaal goed komen. En wij dachten, nou, goed nieuws, maar er is nog niks aan de hand. Laten we nog even met z'n tweeën gezellig naar Artis gaan. Want we hebben van die Artis-passen. Het leuke daaraan is dat je eigenlijk gewoon, ja, weet je, niet een hele middag daarheen hoeft. Maar ook gewoon even een half uurtje in-out kunt doen. Dus wij dachten, leuk, dan gaan we even naar Artis. En dan gaan we daarna eten bij een nieuw restaurant op het Anthropodoc, bij Anthropo. En dan maken we er maar gewoon nog een hele gezellige date night voor. 2 dagen voor de uitgerekende datum was dat. En ja, we lopen in Artis. En ik zeg tegen Leonard van, nou weet je wel, je moet echt even wat rustiger lopen. Ik kan niet zo hard lopen, het doet toch een beetje pijn. Ik krijg een beetje steken, krampen. En achteraf gezien was dat dus gewoon echt het begin van de weeën, de aanloop richting de bevalling. Op een gegeven moment loop ik namelijk bij de Jaguars, waar we even wilden gaan kijken. We hebben namelijk ook babytjes gehad een tijdje geleden. En dan lopen we daar en dan zeg ik op een gegeven moment ook gewoon echt, auw, auw, auw. Oh ja, dat doet wel heel erg pijn. Wel een hele harde buik. Nou, dat was dus geen harde buik, dat was dus gewoon een wee. En in het begin zit je dan echt nog een beetje in de ontkenningsfase, moet ik heel eerlijk zeggen. Dan denk je namelijk nog van, nou, het zijn oefenweeën, want dat had ik al een paar keer gehad. En ja, het voelde niet heel anders dan dat. We stonden met de auto geparkeerd in de buurt van Artis. En ik weet dat ik op een gegeven moment tegen Len zei van, ja, we moeten wel echt gewoon met de auto naar het restaurant. Terwijl dat was echt nog geen 200 meter lopen. Maar ik zag het niet helemaal zitten om dat lopen te gaan doen. En ja, op een gegeven moment komen we bij het restaurant aan en we gaan zitten. En komen gewoon krampen best wel heel om een beetje regelmatige periode komen ze terug. Echt om de 5 minuten had ik toch zeker wel 1 minuut echt best wel erge krampen. Die in het begin nog een beetje lijken op een soort ongesteldheidsgevoel. Op een gegeven moment worden die weeën, of ja, weeën, ja, op een gegeven moment komt het wel heel regelmatig terug. En ja, normaal gesproken zou ik nog een dessert bestellen en koffie na. Maar op een gegeven moment zei ik tegen Leonard van, ja, het zal toch gewoon niet zo zijn dat de bevalling begonnen is. En dat straks hier echt midden in het restaurant mijn water breekt of zo, weet je wel. Dus ik durfde ook echt amper op te staan. En op een gegeven moment zijn we toch maar naar huis gegaan. Dus toen waren we rond 1:30 denk ik thuis. We waren weer vroeg gaan eten. En ja, toen ben ik nog heel even gaan proberen wat te doen voor werk. Omdat ik gewoon heel de tijd eigenlijk in mijn achterhoofd geknoopt had. Zolang je nog gewoon kunt doen alsof het geen echte weeën zijn, doe dat zo lang mogelijk. Want het kan zomaar zijn dat die bevalling nog wel eens heel erg lang gaat duren. Op het moment dat je vanaf W1 eigenlijk in een soort paniek schiet, dan duurt het alleen maar langer. Dus ik was nog een beetje in die ontkenningsfase. Ik kan nog wat zitten werken, video's zitten kijken en een beetje zeg maar feedback op het editen geven. En op een gegeven moment zeg ik tegen Leonard van, nou weet je, ik word nu wel gewoon echt een beetje chagrijnig, merk ik. In alle reacties naar mensen en zo. Dus laat ik er maar even een eind aan gaan breien hier. En ja, gewoon lekker op de bank gaan liggen. Want volgens mij is dit toch wel echt de real deal. Toen was het, denk ik, 10 uur 's avonds of zo. En ja, toen ben ik op de bank gaan liggen, proberen nog een beetje te relaxen. Ik vond het heel fijn om een serie op te hebben staan die ik echt al 10 keer heb gezien. Dus bijvoorbeeld Sex in the City.
I think my water just broke. Maar je hoeft niet heel erg op te letten om iets te volgen, omdat je het gewoon al kent. Want ja, op een gegeven moment worden die weeën natuurlijk erger. En dan ben je er echt wel weer even helemaal weg met je concentratie. Ik kwam om 11:30 s'nachts de verloskundige voor het eerst langs. Dan had ik echt maar 1 centimeter ontsluiting. Dus toen vond ik echt wel heel erg ontmoedigend. En dan denk je op een gegeven moment ook echt van... Ah, die 1 centimeter ontsluiting per uur is dus blijkbaar niet op mij van toepassing. Toen is ze ook weer naar huis gegaan. Heeft advies gegeven, nou ga gewoon nog even lekker onder de douche staan, zitten. Ik had ook zo'n enorme zwarte fitnessbal gekocht voor onder de douche bijvoorbeeld. Om even op te hangen. En dat was best wel heel erg lekker. Dan kun je ook wel wat meer ontspannen. Maar ja, op een gegeven moment worden die weeën gewoon wel echt best wel heftig. En dan is eigenlijk gewoon niks meer echt heel erg lekker. Waar ik wel heel erg goed op ging was op dat TENS-apparaat. Dat zijn van die elektroden die je op je rug kunt plakken. En dan kun je eigenlijk een soort schokjes gaan geven. Trillingen als een soort tegengas op de wee. En dat vond ik dus zelf heel erg fijn. Die heb ik bijna ook mijn hele bevalling op mijn rug geplakt gehad. En als je extra verzekerd bent, bijvoorbeeld... Ik zit dan bij Zilveren Kruis. Met 2 sterren krijg je hem ook gewoon volledig vergoed. Dus ik zou zeggen, vraag het gewoon zeker aan. Wie weet heb je er iets aan. En toen is de verloskundige op een gegeven moment dus naar huis gegaan. Kwam ze rond 1 uur of 2 kwam ze weer terug. Toen had ik 2 centimeter ontsluiting, geloof ik. De weeën worden op een gegeven moment wel gewoon echt steeds heftiger en pijnlijker. En ja, dan realiseer je ook echt van, oh, het is gewoon echt begonnen. Oh my god. Nou ja, toen hebben we hier tot 1 uur of 5 of zo hebben we hier gezeten. Eigenlijk gewoon proberen nog zo rustig mogelijk en ontspannen te zijn. En rond 1 uur of 5 is op een gegeven moment de verloskundige het ziekenhuis gaan bellen. Want ik wilde heel graag ook nog in bad de weeën een tijdje opvangen als verlichting. Als je dat wilt, dan kan je beter niet al te lang wachten om naar het ziekenhuis te gaan. Want anders dan heb je er natuurlijk niet zoveel meer aan. Mits er plek is. Nou, we hadden dus mazzel, want het was niet zo heel erg druk in het OVG Oost. Dus wij mochten daar al naartoe. Terwijl ik eigenlijk volgens mij toen nog maar iets van 3 tot 4 centimeter ontsluiting had. Dat was wel echt, moet ik zeggen, vond ik heel erg fijn dat we daar gewoon al heen mochten. Want ja, ik wilde gewoon ook per se niet thuis bevallen. Ik weet dat het heel erg mooi kan zijn, maar ja, dat leek mij gewoon voor een eerste echt helemaal niks. We zijn naar het OVG gegaan. Ik woon daar in de straat en we zijn er dus lopend heen gegaan. En onderweg, weet je wel, dan krijg je natuurlijk gewoon weeën. En dan sta je dat maar ergens zo'n beetje zo half op te vangen op zo'n elektriciteitskastje. Dat je echt denkt, oh, ik ben blij dat het gewoon 5 uur 's nachts is. Want dat had ik om 5 uur 's middags echt no fucking way gedaan. Maar ja, weet je, om 5 uur 's nachts is er toch geen hond op straat. Het regende ook nog, wat ik overigens echt super lekker vond. Want dan heb je gewoon die verkoeling even gewoon in je gezicht. Terwijl je gewoon het warm, koud, echt. Het is gewoon best wel heftig wat zoiets, wat die weeën allemaal met je doen. We hadden daar zo'n bevalkamer in het Anna-paviljoen. En ik moet zeggen, ik vond dat echt helemaal prima. En ja, daar stond dan het bad klaar in de badkamer. En dat hebben we vol laten lopen. En toen ben ik een tijdje de weeën in bad ook gaan opvangen. En dat vond ik op zich wel heel erg lekker. Dus dan heb ik het een beetje afgewisseld met in het bad. En dan weer even uit het bad. En dan weer met die tens op mijn rug. Gewoon een beetje ja, hangen, lopen in die kamer. En op een gegeven moment ben ik weer in bad gegaan. Rond 1 uur of 7 ochtends, denk ik. Toen mijn vliezen waren toen nog steeds niet gebroken. Ik had ook nog... Ja, echt niet veel meer ontsluiting. En ja, op een gegeven moment, ja, dan ben je dus gewoon wel echt al 12 uur in touw met die weeën. En ik, ja, ik werd gewoon echt super moe, weet je wel. Ik was gewoon die dag ervoor ook, waren we gewoon om 7:30 opgestaan. Nog een best wel drukke dag gehad, omdat je natuurlijk toch, ja, je weet gewoon nooit wanneer het gaat beginnen. En ja, ik was op een gegeven moment, ik was gewoon wel echt op. En ik had van tevoren in mijn bevalplan ook echt bedacht van... Wat zou ik willen qua pijnstilling? Nou, ik wilde gewoon eigenlijk echt geen ruggenprik. Het is gewoon echt een gevoel wat ik had. Tenzij het echt nog heel veel erger was geweest of zo'n pompje voor mij niet had gewerkt. Dan had ik waarschijnlijk natuurlijk uiteindelijk wel een ruggenprik gevraagd. Maar ik heb dat pompje genomen. En ik ga even kijken, zeg maar, in voor het verdere verloop van wat ze hebben gezegd in een soort overdracht van de bevalling. Richting de verloskundige krijg je dus... Een heel verhaal mee, wat wel echt hilarisch is, vind ik. Want ik vond dit eigenlijk pas net tussen de papieren van de kraamtijd. Ik had het eigenlijk nog niet echt eerder gezien, dus dat vond ik wel grappig. Ik heb dus uiteindelijk het pompje gekregen met remifentanil. Daar heb ik, denk ik, rond 1 uur of 8 ochtends. Wilde ik dat graag? Als je dat wilt, dan gaan ze eerst... Vervolgens weer allemaal CTG-scans maken om te kijken wat de conditie is van het babytje. En als dat er goed uitziet, dan gaan ze het infuus klaarmaken voor dat soort morfinepompje. En dan krijg je eigenlijk een apparaatje waarop je kunt drukken om ja, die pijnstilling steeds toe te dienen. Daar kun je 1 keer
In de 3 minuten wordt het toegediend. Je kunt zo vaak drukken als je wilt, maar dat heeft dus eigenlijk geen ene moer zin. Ik vond het gewoon op een gegeven moment heel erg fijn, want ik hing echt op de deur gewoon echt zo tegen die badleuning aan te hangen. Met mijn pootjes zo over die rand. En ik was gewoon echt op, weet je wel. Ik kon gewoon echt die weeën amper opvangen. Wat wel, zeg maar, tot gevolg heeft natuurlijk. Op het moment dat je pijnstilling wilt, dan word je medisch. Dus jouw eigen verloskundige, die gaat dan weg. Sowieso is de tijd dat je gaat bevallen echt best wel van invloed op van hoe dat dan allemaal gaat. Want wij hadden dus in de nacht hadden we verloskundige nummer 1. Op een gegeven moment om 8 uur 's ochtends kwam verloskundige nummer 2 van mijn eigen verloskundige praktijk. Of nee, rond de uur of 9 's ochtends, want hun dienst loopt tot 8 uur en dan om 9 uur komt de volgende. Dan vervolgens wilde ik eigenlijk al heel erg snel het pompje hebben. Dus dat werd toen geïnstalleerd. Ja, en dan word je medisch en dan krijg je gewoon een verloskundige van het ziekenhuis. Dus toen kreeg ik verloskundige nummer 3. Super fijne meid en die heeft uiteindelijk ook de bevalling nog helemaal gedaan. Maar wat ik dus wil zeggen is dat het wel goed is om te onthouden dat op het moment dat je medisch wordt, jouw eigen verloskundige waarschijnlijk, sommigen blijven ook wel eens hoor ik, maar ja, als ze gewoon andere patiënten hebben, dan gaan zij gewoon weg en dan gaan ze de volgende bevalling doen. Dus je wordt dan wel echt, je krijgt wel heel veel mensen aan je bed en ik weet dat sommige mensen daar helemaal gestrest van raken. Ik had dat zelf, moet ik eerlijk zeggen, niet. Ik vond het allemaal wel gewoon prima en ik heb het gewoon maar allemaal laten gebeuren. Want heel eerlijk, op een gegeven moment interesseert het je dus gewoon helemaal geen reet meer, weet je wel. Ik had echt van die artikelen gelezen over het inpakken van je vluchttas. Van stop daar ook nog een bikini in voor als je in dat bad gaat. Nou echt, trust me, het laatste waar je op zit te wachten is om ook nog een bikini aan te trekken. Als je gewoon die weeën aan het opvangen bent in zo'n bad, weet je wel. En hoeveel mensen hadden ook in zo'n vluchttas ding staan van, ja, neem ook wel dingen mee die wat langer zijn. Want anders loop je daar heel de tijd in je blote kont of in je onderbroek. Dat is echt allemaal waar. Ik had het ook allemaal ingepakt. Ik heb het uiteindelijk gewoon helemaal niet gebruikt. Want weet je wel, het enige wat je wilt is als je uit dat bad komt, zo snel mogelijk afdrogen, je onderbroek weer aan, je hemdje aan en hup, weer in dat bed liggen. Om echt heel erg na te denken van, goh, weet je wel, hoe loop ik erbij of wat zien mensen allemaal. Mij interesseert dus echt helemaal niks. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer voor iedereen persoonlijk. Dus denk er gewoon ook een beetje over na van, ja, wat jij denkt dat je prettig gaat vinden. Ik vond het in ieder geval echt heerlijk om op een gegeven moment zo aan het begin van de ochtend lag ik dus in bed met mijn pompje. En ik moet eerlijk zeggen, daar ging dus heel erg lekker op. Gewoon echt een beetje het gevoel wat je ook wel eens kan hebben. Ja, hoe zou ik het omschrijven? Het is natuurlijk gewoon druk. Dus wat je gaat voelen is een soort warme gloed die er over je heen komt. Een soort warme deken die gewoon overal de scherpe randjes van afhaalt. Het is echt absoluut niet zo dat je geen pijn meer voelt als je dat pompje hebt. Maar ik vond het echt zeker goed te doen. Zorgt wel gewoon echt voor heel veel verlichting. Dus ik vond het zelf heel erg fijn. En ik moet eerlijk zeggen dat zonder dat pompje weet ik ook niet hoe ik het had getrokken, om eerlijk te zijn. Zonder dat pompje had ik ook niet geweten hoe ik het had moeten trekken. Want je bent op een gegeven moment gewoon best wel heel erg moe. En met dat pompje kon ik gewoon in dat bed gaan liggen. En de ene wee was heftiger dan de andere. Dus de ene wee kon ik gewoon eigenlijk zo een beetje snoezend, half slapend opvangen. En bij de andere wee pakte ik dat ziekenhuisbed weer zo vast. En dat ik echt dacht, oké, nou, top. Ding! En dan deed ik weer zo'n druk op dat knopje. En dan kreeg ik weer gewoon lekker zo'n shot voor de volgende wee. Dus ja, ik vond het zelf dus heel erg fijn. Maar ja, denk er gewoon goed over na. Zelf denk ik een ruggenprik te heftig gevonden. Dus ik was heel erg blij met dat pompje. En op een gegeven moment merk je tijdens die hele fase van de bevalling wel wanneer het dus van ontsluitingsweeën overgaat in persweeën. Bij mij hebben ze op een gegeven moment nog het vruchtwater gebroken, omdat dat nog steeds niet gebroken was. En nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dat doen ze dan tijdens een wee, daar voel je helemaal niks van. En daarna is het echt super snel gegaan. Toen is eigenlijk echt tussen 10 uur of 11 uur 's ochtends. 11 uur 's ochtends hebben ze volgens mij het vruchtwater ongeveer gebroken. En rond een uur of 2 had ik volledige ontsluiting. Dus zou ik bijna mogen gaan persen. Je voelt dan ook echt dat die weeën overgaan van ontsluitingsweeën naar persweeën. En ja, dat het gewoon steeds heftiger wordt. Merk je ook echt dat je lichaam gewoon helemaal gaat schokken omdat het eigenlijk al wil gaan persen. Wat ik ook echt een bizar gevoel vond. Wat nog wel goed is trouwens om te zeggen is dat pompje, daar kan je dus wel heel erg misselijk van worden. Dus stel je daar ook wel op in en neem zeker genoeg schone shirtjes mee. Want ik denk dat ik wel 3 keer ongeveer dat hele bed heb ondergekotst. Je kan er gewoon heel erg misselijk van zijn en dat
spugen dat lucht dan zo op dat het je eigenlijk echt ook helemaal niks uitmaakt dat het gebeurt. Want het is zo'n opluchting. Dat moment, ja, ik kan het niet echt uitleggen. Maar ik vond het in ieder geval niet per se een heel negatief iets aan dat pompje. En ik zou het er zeker niet om laten, om eerlijk te zijn. Maar goed, op een gegeven moment zeg maar dus dan de volgende fase van de bevalling. En dan mag je eindelijk gaan persen. En ik moet zeggen, holy fuck jongen, wat was ik toen blij. Want na 22 uur weeën, waar je totaal geen controle over hebt, wat gewoon zo'n pijn doet en je weet gewoon niet wanneer het gaat eindigen, ben je opeens weer helemaal zelf in de lead. Want dat persen, geloof mij, dat kan jij gewoon. Ik moet zeggen, door alle zwangerschapscursussen die ik heb gedaan, wist ik ook gewoon precies wat ik moest doen. Dat je dan toch weer de helft daarvan vergeet op zo'n moment. Nou ja, oké, weet je wel, dat gebeurt. Je lichaam kan het. Eén tip. Pers wel met je ogen open. Want ik heb blijkbaar mijn ogen dicht gedaan tijdens het persen. En dan had ik de eerste paar dagen na de bevalling. Leek dat allemaal nog wel gewoon prima geweest te zijn. Toen opeens op dag 3 ongeveer in mijn kraamweek. Ik wakker werd met gewoon een volledig rood oog aan één kant. Bleek dus dat er gewoon super veel adertjes gesprongen waren. Omdat ik dus met mijn ogen dicht heb geperst. Om zoveel kracht te zetten. Echt als een soort oervrouw. Het is één groot feest, want nu 3 weken later zit ik gewoon nog steeds met een soort rode rand in mijn oog. Heel veel mensen schrikken er ook nog een soort van, terwijl ik echt nu al denk, joh, het is bijna weg, waar heb je het over? Maar goed, hè, dat terzijde. Ik zal een paar fotootjes in beeld zetten. Pers met je ogen open, want dit wil je dus niet. Oh ja, dat is ook nog wel grappig. Ik had echt in mijn bevalplan allerlei houdingen bedacht hoe ik wilde bevallen. Nou, als er één ding was wat ik gewoon niet wilde, dan was het op mijn rug liggend. Want gewoon niet de handigste houding om te bevallen. Maar op een gegeven moment komt de verloskundige en die gaat dan zeggen van nou probeer het maar eens, weet je wel. Probeer maar even, pers maar een keer en dan kijken hoe het gaat. Ja, dan lig je op je rug en dan blijkt dat het eigenlijk best wel heel erg lekker gaat. Dus dan is er opeens niet echt een reden om te wisselen van positie. Terwijl ik had helemaal voor me gezien dat ik hangend aan het bed met mijn kont naar die verloskundige met mijn benen wijd zou gaan bevallen. Omdat dan de weg het meest open was. Joh. De baby was er gewoon echt na 3 kwartier persen of zo. En dat ging gewoon best wel goed. En ja, we zijn dus gewoon niet gewisseld van positie. Ik moet zeggen, ik had er ook niet echt puf voor gehad. Dus heel veel dingen die je dus in gedachten hebt, hou er gewoon maar rekening mee dat het allemaal gewoon niet zo gaat. Weet je wel? Dus ik zou ook echt gewoon kijken van hoe gaat het? Voel jij je er goed bij? En op het moment dat jij denkt van oké, nu vind ik het gewoon niet meer chill. Nu vind ik het echt heel erg relaxed worden. Ik voel me hier niet goed bij. Dat je dan gewoon weer even gaat kijken. Oké, wat stond er in mijn bevalplan? Andere houding, andere zus, andere zo. En dan gewoon maar weer kijken hoe het gaat. Ik was heel erg bang van tevoren dat ik dus gewoon zou moeten kakken tijdens het bevallen. Ja, dat is ook wel gewoon echt een beetje de grootste angst volgens mij die iedereen heeft. Want ja, je moet gewoon echt heel veel kracht zetten zeg maar richting je kont. En die baby moet daar een draai maken. En dat is gewoon toch een beetje hetzelfde alsof je gewoon echt heel veel kracht zet als je op de wc zit. Er is ook een grote kans dat je lichaam gewoon zichzelf al heeft geloosd van alle, alles wat je gewoon nog in je maag had. Ik had dat zelf, dat ik echt dacht, nou nu kan er echt niks meer in zitten. We kunnen gaan beginnen, dacht ik toen. Nee, grapje. En ik weet dus dat ik op een gegeven moment, ja, door al die zwangerschapscursussen die ik heb gedaan, wist ik zo goed hoe die baby die weg moest afleggen. En dat vond ik zelf dus heel erg fijn, want ik vroeg dus heel de tijd aan de verloskundige van hoe ver is hij nu? Is hij al daar voorbij? Is hij al daar voorbij? Is hij al zus? Hoeveel centimeter nog tot de uitgang? Etcetera, etcetera. En daardoor wist ik dus ongeveer van waar ik zat in de fase van het echte baren en het uitdrijven. En dat vond ik dus zelf dus heel fijn, want toen dacht ik echt oké, weet je wel, ik kan dit nog even volhouden, even doorzetten, doorpersen. Vooral. En ja, op een gegeven moment na 3 kwartier persen, laatste ding was echt nog wel echt de meest kutte fase, om het maar even zo te noemen natuurlijk. Op een gegeven moment dan is dat hoofdje er gewoon bijna uit. En dan mag je dus niet verder persen, omdat je hem al kunt gaan scheuren en dat moet een beetje oprekken. Ik moet wel lachen, want degene van wie ik de zwangerschapscursus heb gedaan, Carita Salome, die vergeleek dat met, ja weet je wel, trek maar eens een kooltrui aan als die net uit de was komt. En dan trek je die over je hoofd en dan moet je ook gewoon even zeg maar halverwege wachten totdat je hem verder kan trekken totdat dat nekje is opgerekt.
Nou, vergelijk dat zeg maar met Down There. Dat duurt gewoon even. Dat noemen ze dus de Ring of Fire. Trust me, als je eenmaal één keer een kind hebt gebaard, dan begrijp je ook waarom dat zo heet. Het goede nieuws is, op het moment dat je dat dus voelt, dan weet je, nu moet ik nog even 3 keer keihard persen en dan is je babytje er gewoon. Dus ik dacht ook echt toen ik dat voelde, yes, ik kan dit. We gaan ervoor. Even gewoon die enorme pijn weg. En dan, damn, is gewoon mijn lieve kleine zoontje er. Dus op een gegeven moment gingen ze bij mij nog wel even ingrijpen trouwens. Ze kregen een telefoontje, want volgens mij begon zijn hartslagje iets te dalen. Toen hoorde ik hun dus zeggen van nee, het gaat helemaal goed. We zijn er bijna, want er zat blijkbaar dus iemand mee te kijken in de andere kamer. Gingen ze met een beetje warme doeken tegen dat perineum aan om te zorgen dat dat niet helemaal uit zou gaan scheuren. Op een gegeven moment gingen ze de verdoving klaarleggen. Toen zei ze van bij de volgende perswee gaan we knip zetten. En daarvan hoop je natuurlijk ook altijd dat het niet gaat gebeuren. Maar ik vond het zelf dus echt helemaal niet erg. Toen hebben ze dus die knip gezet. Wat uiteindelijk dus blijkbaar een knipje was volgens iedereen. Ja, dat geloof je dan maar. Ik geloof er geen... Eigenlijk geloof je daar natuurlijk niks van. Want ja, dat zeggen ze natuurlijk ook een beetje om jou op je gemak te stellen volgens mij. Maar op een gegeven moment hebben ze dus die knip gezet. En toen voel je dus echt zo... Dan voel je dus gewoon dat... Hele lijf in één keer zo uit je komen. En dan ligt daar gewoon jouw babytje. En dan hoor je hem huilen. En dan ben je zo blij. Dan denk je echt van, ah, ik heb het overleefd. Het ergste is geweest. Je babytje huilt. Dus dat betekent dat hij in ieder geval al goed reageert op de nieuwe omgeving. En dan krijg je gewoon dat kleine mormeltje echt binnen no time op je borst gelegd. En dat is gewoon het allerliefste van de wereld. En zo bijzonder ook. Echt heel speciaal. En dan ben je dus opeens moeder. En dan is je vriend dus in één keer papa. En dan lag daar dus onze lieve kleine Manuel Adrian Kasosi Bukenya op mijn borst. En dan laten ze je even genieten. En dan na 5 minuten dan beginnen ze... Oké, meid, ik geef je nu nog even een spuit in je been om de weeën nog wat extra op te wekken. En dan bij de volgende weeën probeer maar eens even wat druk te zetten nog. En probeer nog maar eens een keer goed hard te persen. Want dan gaan we even kijken of de placenta er in één keer uitkomt. En halleluja, die kwam er dus inderdaad in één keer uit, gelukkig. Maar dat is wel echt ook een ranzige bedoeling, hoor. Dat is... Nee, dan vragen ze op een gegeven moment ook nog van, wil je het zien? Toen had ik echt zoiets van, nee, dank je. Ik wilde wel heel graag dat Lennart de navelstreng zou doorknippen. En dat is natuurlijk toch ook wel gewoon heel bijzonder. En ja, dat is echt bizar. Maar dat is dus gewoon echt een mega taaie bedoening. En nu ik er aan terugdenk, volgens mij voel je dat dus wel, dat ze dat doorknippen. Het doet geen pijn, maar je voelt het wel. Hè? Of fantasie... Want hoe kan ik anders weten hoe het voelt als die navelstreng doorgeknipt wordt? Oké, dit is heel weird. Ik had er nog niet over nagedacht. Hè? Of beeld ik me het in en heb ik ook een stukje mogen doorknippen? En weet ik daarom hoe het voelt? Nou, ik weet het niet meer. In ieder geval, Lennart heeft dus volgens mij de navelstreng doorgeknipt. En dat is dus mega taai iets waar je doorheen moet knippen. Dat is helemaal niet zo idyllisch van knip, je opent het nieuwe leven. Zoals je zeg maar zo'n lintjesceremonie hebt of zo. Dat is gewoon echt wel even knip, 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 knip. Het is gewoon echt heel, heel taai. Wat ik trouwens wel echt als tip wil geven is... Je kunt dus bloed uit jouw navelstreng doneren in de stamceldatabase. Je kunt het ook opslaan voor je eigen kindje. Dus dat als er een keer iets is, ze daar misschien iets mee kunnen. Dat is best wel een kostbaar plaatje. Wij hadden dat eigenlijk wel willen doen, maar waren daar heel eerlijk een beetje laks mee om dat te regelen. En we dachten van nou, dat gaan we gewoon regelen vrijdag. En uiteindelijk op donderdag begon de bevalling. En ja, we waren gewoon te laat. Je kunt het dus ook doneren. En dan kun je er gewoon andere kindjes mee helpen. En dus wij hebben dat gedaan. Daar waren ze onwijs blij mee. Wij kregen later zelfs nog een telefoontje om te bedanken dat we hadden gedoneerd. Dus blijkbaar gebeurt het dus niet heel erg vaak. En ja, als je er zelf niks mee doet, waarom zou je het niet doneren als je er andere kindjes beter mee kunt maken? Dus dat zou ik nog even als tip mee willen geven. Geef dat dan ook aan in je bevalplan. Als je in het ziekenhuis aankomt, zeg het dan nog even een keer extra, want ze moeten dan uiteindelijk bij jou ook nog een aantal buisjes bloed afnemen. Het moet wel allemaal goed vastgelegd worden, dus je moet er ook nog wat papieren voor ondertekenen. Maar goed, wij hebben dus de navelstreng verder gedoneerd. Of tenminste, het restje wat we niet mee naar huis kregen aan Manuel zijn buikje vast.
En ja, dan is die placenta eruit. En dan is in principe je bevalling is dan gewoon klaar. En dan lig je daar met zo'n klein, lief, klein dreumersje op je buik. En het is zo lief. En dan gaan ze op een gegeven moment gaan ze er wat testjes mee doen. En dan gaan ze kijken of die al wil drinken misschien voorzichtig aan je borst. En ja, het is gewoon zo ontzettend lief. Het is gewoon niet normaal. Het is echt het allerliefste wat er is. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment dacht van ja, het is echt enorm cliché. En zo'n bevalling is echt geen pretje. Ik vond die 22 uur weeën vond ik echt de horror. Het is echt inderdaad gewoon het ergste wat je kunt meemaken zo ongeveer. Qua pijn, of ik denk wel dat het echt het ergste is wat ik ooit heb meegemaakt. Qua pijn in ieder geval. Maar het cliché is gewoon waar. Als alles verder goed is gegaan, dat moet er wel bij gezegd worden natuurlijk. Dan zul je ook merken dat je het eigenlijk daarna weer heel snel en heel makkelijk vergeet. En ja, je weet gewoon waarvoor je het doet. Je weet ook wat voor pijnsoort het is. Hè? Het is een pijnsoort die niet ontstaat omdat er iets is met jou. Maar omdat dit gewoon eenmaal de natuur is hoe het moet. Dus het is een hele andere pijn, vind ik, die je ervaart. Dan dat je bijvoorbeeld een ongeluk hebt gehad of zo, weet je wel. Dus ja, ik vond het zelf echt best wel goed te doen. En ja, zeker geen pretje. En de dagen na de bevalling voel je echt een soort... Nou ja, weet je, dan schuifel je echt gewoon door het huis met een bavianen kont. En gewoon het gevoel dat alles gewoon 5 keer zo groot is daar beneden als dat het in werkelijkheid is. Maar ook dat gaat weer over. Kijk daarvoor zeker ook even de vlog van mijn kraamweek. Dan kun je zien, op dag 5 durf je alweer voorover te bukken zonder dat je bang bent dat de hechtingen van je knip open schieten. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ook van zo'n knip, daar voel je achteraf gewoon niet zo heel erg veel van. En ja, het hoort er nu eenmaal bij. Het kan gebeuren. En ik vind het fantastisch voor mensen die het er echt helemaal zonder kleerscheuren van afbrengen. Maar ja, weet je, ze zetten zo'n knip ook met een reden. Of ja, je scheurt ook met een reden uit. Ik weet niet of het een nu per se beter is dan het ander. Ik zou zeggen, laat het gewoon helemaal over je heen komen. Want je kunt nog zo'n ideaal plaatje hebben van je bevalling. En ja, weet je, wat is nou eigenlijk een droombevalling? Ik denk gewoon dat een droombevalling uiteindelijk is dat je kindje er gezond uit is gekomen en dat jij er zonder al te veel kleerscheuren vanaf bent gekomen. En daar ga ik het eigenlijk bij laten voor deze video. Dus dat was het verhaal van mijn bevalling. Ja, weet je, ik weet, ja, een droombevalling, kun je het zo noemen? Ik denk het zeker niet, want 22 uur weeën, daar word je gewoon helemaal gestoord van op den duur. Maar ik vond het zeker meevallen en je lichaam kan dit gewoon. En als je je goed voorbereidt op de bevalling, dan kan jij dit ook gewoon. Dus nou ja, weet je, dit is mijn bevallingsverhaal. Voor degenen die het interessant vinden of die zich willen gaan voorbereiden op de bevalling. Als je vragen hebt, laat het dan weten in een comment. Wil je zelf iets delen over jouw bevalling? Of heb je nog een tip wat jou heel erg heeft geholpen tijdens de bevalling? Laat het dan ook zeker weten in een comment. En ja, deze video is dus op verzoek gemaakt voor jullie. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zou zeggen, thumbs up als je vond, als je het inspirerend vond of whatever, ik weet het niet. Kun je een bevallingsverhaal inspirerend vinden? Anyways, het maakt ook niet zo heel erg veel uit. Ik deel jullie dan even wat liefde en druk op die abonneerbutton, zodat je geen enkele video meer mist van travelkids.co. En dan voor nu, heel veel liefde en heel veel kusjes. En dan zie ik jullie heel snel in de volgende video. Tot dan!